depends what you want, that's what's going to be for you. Ja. Die wel goed heet. Mooi. Gaan we weer een stukje die branden. Dit is zelfs nog een draaischijf die met zijn been voortbewogen wordt. Dan staat er daar nog eentje, ook zo'n draaischijf. En die heeft als verschil dat hij elektrisch voortbewogen wordt. Daar heeft hij alleen een pedaal om de snelheid mee te regelen. Het is maar best wel arbeidsintensief dit. Je moet in eerste instantie, nou ja, wat je ook maar maken wil, in dit geval een vaas, die moet gevormd worden. Als dat klaar is, wordt die zo opzij gezet zoals wat hier staat, om te drogen. Allerlei dingen die nog bijgewerkt moeten worden, dat kan je niet meer doen als hij gebakken is. Dat moet je doen voordat hij erover in gaat. Dus een flink laten drogen en dan kun je gaan bijwerken, dan kun je ook oortjes en dergelijke eraan gaan plakken. En dan gaat het erover in. Voordat het erover in gaat de eerste keer, wordt het ondergedompeld in een soort zuur, een speciaal bad. Waardoor je een laging bakt waarop je kunt schilderen. Als je dit zo de oven in doet, dan heb je eenmalig gebakken klei en dat is poreus. En dan kun je verf smeren als je een mons weegt, dat wordt het allemaal niet. Dus eerst die laag eroverheen en dan de oven in. Dan worden er tekeningen aangebracht, het wordt ingekleurd als dat al nodig is. Eventueel bladgoud aangebracht, dan gaat de vernis overheen en dan nog een keer de oven in. En met name die laatste keer, als dat vernis ingebakken wordt, ja, dan kan het op 1800 graden zijn. Het is uiteindelijk alleen maar druk uitoefenen met je vingers. Meer is het niet, zei zij. Ik moet altijd wel lachen, want hij kijkt altijd meer om zich heen dan dat hij naar op zijn handen kijkt. Ja, en hij mist een paar vingers, dus bij hem gaat het makkelijker. Past er altijd in. De meeste mensen zien, ja, ik kan zeggen dat het niet zo is, maar het is wel zo. Hier zijn geen opleidingen voor. Dit is iets wat van vader op schoon en van moeder op dochter. Hij heeft een neefje, klein manneke, 4 is hij nu. Die heeft ook vorige week even een demonstratie gegeven. Die vindt het helemaal geweldig, die gaat het ook leren. Zijn kinderen zijn er niet meer geïnteresseerd in. Dus misschien het neefje nog van de business voortgezet worden. Ja, het is toch iets wat langzamerhand een beetje uitsterft. Jammer, ik geloof het maar. Zonder gereedschap, hè? Hoe je het? Ja. Alleen, ja, dit is een soort wurgtouwtje, noem ik het altijd maar. Daarmee snij je het los. En dan is het.
dat erbij is. Vai lá pro pessoal.